Art, zojuist de balk op het hoogste punt neergelegd van het stadion. Een officieel moment, maar is het ook een bijzonder moment voor jou? Ik vind het kippenvel, ja. Het is een jaar geleden de eerste paal geslagen. Daar sta je op open vlakte in de wind. En nu sta je tussen het beton waarvan iedereen ziet wat het gaat worden. Een voetbalstadion met een imposante tribune. Hoog, stijl. Ja, ik moet zeggen, dat geeft wel echt een goed gevoel. Het gaat hard, want alles gaat nu aardig de lucht in. Verloopt ook alles volgens schema? Nou, de cascobouw verloopt, zover ik weet, nu volgens schema. Het is schitterend weer geweest de afgelopen weken. Dit is nog maar beton, daarna moet er afgebouwd worden. Hè? Dus er moet installatiewerk in, stoeltjes op. Ja, dat gaat nog een enorme klus worden. Zowel in het proces, als wel de financiering, waar we volop mee bezig zijn. Daar zit nog ongelooflijk veel uitdaging in. Maar daarom moet je hier ook af en toe even rondlopen. Want dan moet je even die energie opsnuiven en dan krijg je weer wat extra gas en boost om hiermee aan de slag te blijven. En je zegt het geeft ontzettend veel energie. Is dat dan ook een soort boost om toch weer die energie ook voor het nieuwe seizoen bijvoorbeeld te vinden? Zeker, want we hebben natuurlijk een heel teleurstellend seizoen gehad. En ik moet zeggen, bij de club hebben we elkaar aangesproken. Allemaal om zo snel mogelijk de knop weer om te draaien. Een paar glazen bier drinken, uithuilen. En dan moet je ook weer vooruitkijken. Dat is ook sport. Hoe teleurstellend het ook was. En daarom is het ook goed om met z'n allen hier af en toe eens even rond te lopen en te kijken. Want ja, dit is het perspectief voor de toekomst. Hier gaat Cambuur de komende jaren en tientallen jaren groeien. En dat is prachtig om dat te zien ontstaan. Dus ja, dat geeft ook zeker alle moed om naar het komend seizoen te kijken en daar vol gas voor te gaan.